Welkom weer terug in Kleurstad. Ik sta hier te wachten bij het huis van de dief. Want ik ben aan het wachten totdat ik iets van beweging zie. En, huh? Zie ik dat nou goed? Wordt er nou gebouwd aan het huis van de dief? Wat is er aan de hand? Wacht even, ik moet eventjes naar voren slijpen. Ik moet even zien wat er aan de hand is. Oh jeetje. Huh? Ik zag hem gewoon letterlijk lopen. Hij liep hier zo boven mij ergens. Daar is... Oh, hier is hij bezig. Huh? Hij is zijn hele huis weer opnieuw aan het bouwen. Wat is dit nou weer? Oké. Hij loopt ook verder die kant op. Ik weet niet hoe dat hij ervoor gaat zorgen dat het hele huis weer heel is, maar dat gaat hem in ieder geval echt wel... Wow, hij zag me echt bijna een paar dagen kosten om dit hele huis weer opnieuw te bouwen. Oh, yo, dit is echt niet normaal. Hij staat hier gewoon weer. Hij zoekt ook gewoon geen andere basis. Waar loopt hij nu dan? Hij loopt nu helemaal naar achter naar het huis. En, oké, volgens mij staat hij nu beneden, of niet? Ja. Oké. Waar loopt hij nou weer heen? Oké, hij is aan het zwemmen. Wat is dit? Ik wil hem dus even volgen om te kijken of dat er iets is waar ik nog niet van weet. Oh, hij loopt al verder. Oké. Hij loopt hier helemaal tussen de bomen. Waar gaat hij naartoe? Oh nee. Ik moet echt een beetje achter die bomen blijven staan. Want als hij dadelijk omdraait, dan mag je mij niet zien. En oké. Hij loopt nu hier over deze berg heen. Oh, ik moet zo snel mogelijk weer... Oh nee. Ik zie hem niet meer. Oh nee. Even kijken. Oké. Ik moet echt heel erg voorzichtig blijven. Oké. Wat gaat hij nu doen dan? Ik heb geen idee. Gaat hij naar beneden? Welke kant gaat hij op? Wat is dit? Even kijken. Oké, hij loopt nu hier. Ik moet echt even meer beschutting vinden, mensen. Anders dan gaat het helemaal fout. Even kijken, ik moet een beetje aan deze kant van de berg blijven, maar welke kant gaat hij nou op? Oké, hij staat daar. Hij staat hier bij die boom en hij is een of andere gekke trap aan het maken of zo. Ik heb echt geen idee waar hij mee bezig is. Ik moet dadelijk wel echt even tegen Mick en de pro vertellen dat hij zijn huis weer aan het herbouwen is, want dat betekent dat we het huis nog verder moeten slopen. Want we moeten echt zorgen dat de dief daar niet terugkomt wonen. En waar is hij nou heen? Waar is hij nou naartoe? Hè? Huh? Wat is dit? Hij heeft hier blokken geplaatst en ik zie hem nou helemaal nergens meer. Oh nee. Ik moet echt een beetje oppassen dat hij mij niet ziet. Oké. Ik zie hem echt helemaal nergens. Maar waar is hij nou, die dief? Oh, hij staat hier. Oké. Ik ga hier gewoon in het gras zitten. Hier kan hij me echt niet zien, denk ik. Oké, hij springt weer verder naar beneden. Hij heeft hier ook allemaal blokken geplaatst. Waarom doet hij dat? Oké, hij... Waar gaat hij helemaal heen? Zal hij naar zijn... Dat zou goed kunnen. Misschien gaat hij naar zijn geheime bunker toe die wij hebben gevonden. Want hij weet nog niet dat wij die gevonden hebben. Ja, hij staat er nu wel heel erg dichtbij. Oh jee. Hij begint ook helemaal te kruipen. Hij zal wel willen dat niemand ziet waar hij heen gaat. Oké, weet je wat? Ik ga hem gewoon achtervolgen, maar ik doe het wel pas als de tijd rijp is, want dit is wel een beetje dichtbij. Oké. Oh, hij had me kunnen zien. Ik hoop niet dat het gebeurd is. Oh nee, ik val in de cave. Ik moet hem niet uit het oog verliezen. Oh, kom op. Oh jee. Oké, weet je wat? Hij gaat volgens mij hier zo naar beneden, denk ik. Gaat hij naar beneden? Ik denk oprecht dat hij naar beneden gaat. Even kijken. Ja. Oké, hij is volgens mij naar beneden gegaan. Oké. Wow, wat? Hij is in de val gesprongen. Wat? Oké, dit is echt geniaal. Dit is precies waar dit voor gemaakt was. Hij springt gewoon de val in. Ik was alweer vergeten dat hij er zat. Oh, dit is echt enorm ziek. Die dief die komt hier voorlopig niet meer terug, denk ik. Oh, maar nou weet de dief wel dat wij weten van deze bunker. Dat is wel minder. Weet je wat? Ik ga gewoon even naar Mick en de pro toe om even te vertellen wat er allemaal gebeurd is. Want de dief is weer bezig om zijn huis op te bouwen. Hij is net in de val getrapt. En we moeten hem echt even proberen te vangen. Want misschien komt hij zo gewoon weer terug. Klop. Mick, ben je thuis? Ja, ik ben zeker weten thuis. Oké. Ik word binnen, Giel. Ik zie dat je weer een geel blokje hebt geplaatst daar zo. Ben je aan het... Kijk. Het gaat aan het veranderen weer. Ja, maar ik had het gisteren ook al gedaan. En het wordt gewoon elke keer weer grijs. Ik weet niet wat het is. Nee, ik snap je wel. Dat is ook heel erg vervelend. Wacht. Ik had dit even niet goed verstaan. Het wordt vanzelf weer grijs, zeg je? Ja, het wordt echt letterlijk weer grijs wanneer dit, zeg maar... Ik heb dit al 3 keer gedaan, Giel. Oké, dat is heel erg raar. Dus zeg maar, de volgende ochtend wordt alles weer grijs. En je ziet verder niemand die het verplaatst. Nee, eigenlijk niet. Dat is heel raar, maar ik heb nog meer raar nieuws, want ik heb toen net de dief bespioneerd en hij is weer bezig om zijn huis op te bouwen. Oké, nou ja, ik wens hem veel succes, dan kan ik weer met dit ding losgaan. Nee, kijk uit, Mick, dadelijk schiet je per ongeluk in je huis, dat moet je echt niet hebben. Nee, dat wil ik niet. Dat klopt, dat kunnen we inderdaad weer eventjes doen, maar wat er ook gebeurd is, ik ben hem gevolgd en hij liep naar die ene grot, weet je wel, waar wij van weten, maar de dief niet. Nou, de dief weet hopelijk wel. De dief weet er wel van, sorry, ik zei het eventjes verkeerd. Maakt niet uit. In ieder geval, ik ben hem naar zijn grot gevolgd. En ik was even vergeten dat wij daar die val hebben gemaakt. Ja, is hij erin getrapt? Ja, hij is erin getrapt. Hij is eigenlijk doodgevallen. Oh, wat een sukkel. Ja, dat was echt niet normaal. De pro denk ik ook wel heel leuk. Ja, zullen we het even tegen de pro vertellen? Ja, sowieso. Oké. Ja, dat krijg je ervan. Van al die huizen veranderen van kleur en weet ik het allemaal. Klop, pro. Hallo? Ik hoop niet dat hij spullen bij had. Hey.
Wil jij het vertellen, Mick? Of, Bro, de dief is in de val getrapt. Ja. Hij is gewoon hartstikke doodgevallen. Jongens, ik besef me nu. Zou die niet onze spullen hebben? Weet je wel? Ik je bedoelt... Oh. Oh, damn. Je bedoelt... Oh, ja. Je bedoelt dat hij nou, zeg maar, weet dat wij het weten, hè? En nu... Nee. Dat hij onze diamonds gewoon in zijn inventory straks nog had. En, ja. Nee. Want ik heb gecontroleerd en hij viel echt op het randje. En anders had ik wel spullen zien liggen nog op het randje. Dus je weet 100% zeker dat hij niet spullen in de inventory had? Want Giel, als hij onze diamonds Nee. Ik denk het oprecht niet. Want hij had ook geen armor aan. Hij had niks in zijn hand. Ik ben hem echt helemaal gevolgd, hè. Maar weet je wat het grappigste is? Hij is helemaal vanaf die villa naar die bunker toe gelopen. En toen was hij daar eindelijk. Want hij moest daar kennelijk iets regelen of zo. En toen ging hij dood. Dat is eigenlijk best grappig. Dat hij zoveel moeite heeft gedaan. Dat gewoon, maar, weet je wel? Hij heeft dus het huis weer opgebouwd, zeg je. Nee. Daar is hij mee bezig. Dat heb je niet zo 1, 2, 3 opgebouwd, natuurlijk. Oh ja, dat weet Pro natuurlijk nog niet. Nee, dat mag ook wel even verteld worden. Wat weet je nog niet? Dat huis opgebouwd wordt weer. Oh ja, dat wilde ik ook nog even zeggen, inderdaad. Maar ja, Mick probeert zijn huis ook weer opnieuw op te bouwen. Maar dat gaat ook helemaal verkeerd. Eindelijk ben je een soort van lotgenoot van de dief nu. Wow, wat is dit nou weer? Ja. Waarom is het grijs? Ik probeer dus... ik weet het ook niet trouwens, Pro. Ik werd wakker in mijn huis als grijs. Blijkbaar, denk ik, gedaan door de dief of iemand anders. Ja. Waar de dief voor werkt. En ik probeer het weer geel te maken, zoals je hier binnen kan zien. Alleen, het wordt elke keer als ik wakker word, wordt het weer grijs. Dit is echt helemaal niks voor jou. Elke keer als ik wakker word, wordt het weer grijs. Luister je wel, Pro? Nee, tuurlijk luister ik. Ik zeg gewoon... Dat gaat helemaal magisch. Meneer is geen idee hoe dat het kan. Hoe kan dat? Je boeit het ook helemaal niks, hè? Weet je hoe raar dat is? Waar heb je het over, joh? Doe normaal. Nee, het is niet vervelend. Het is heel erg. Ik snap dat je er gek van wordt. Het is ook heel erg, maar Pro kan er niks aan doen, oké? Maar straks wordt jouw host ook grijs en dan... Let maar op. Ik snap dat het niet fijn... Mick. Je moet gewoon een schilder regelen, oké? Die gewoon elke dag langskomt. Giel, hij wordt weer grijs wanneer ik wakker word. Ja, daarom zeg ik toch ook, dan moet je elke dag een schilder langs laten komen. Oké. Nee, een goede oplossing. Hé, jongens, succes. Oké, doei. Doe nou, wat doe mijn deur, joh. Ja. Hey, Pro, ik ga er wel eventjes vandoor, want ik moet eventjes mijn automaten gaan checken of dat jullie al veel dingetjes gekocht hebben. Ja, helemaal goed. Hou je ons een beetje op de hoogte van hoe zijn huis ervoor staat? Ja, dat doe ik zeker. En als het echt veel te ver afkomt, dat huis, dan gooi ik er gewoon weer een paar bezoekers op. Ja, precies. Zo is het. Oké, fijne dag, yo. Oké, ik ben nu bij mijn eerste automaat aangekomen. En dit is het kippenautomaat. En ik denk dat hier best wel wat opbrengst in zit. Want, ja, iedereen probeerde eerst altijd hier kip te stelen. En dat is volgens mij nu niet meer echt het geval. Want ik heb hier al een tijdje niemand meer binnen betrapt. Dus laten we dit eens even weghakken. Dan kunnen we, als het goed is, hierin kijken. En wajo, ik heb gewoon iets van 5 stacks kip verkocht. Dit is echt super top, joh. Ik heb nu ook allemaal van deze, iron nuggets. En daarmee kan ik, als het goed is, ook gewoon weer iron maken. Dus laat ik eens eventjes kijken. Kijk, dan doe je gewoon letterlijk dit. En dan kun je gewoon iron maken. Dus laten we eens even kijken hoeveel iron me dit heeft opgeleverd. 30 iron, dames en heren. Dit is wel super chill. Oké, dan kom ik nu hier het hoekje om. En dan ga ik eens even... Hey, wegwezen jij! Wegwezen! Wat doet hij? Wat heeft hij gedaan? Hij heeft alles gestolen, joh. Oh nee, die is gewoon met mijn automaat leeg aan het halen. Wegwezen! Wat heeft hij nou weer gedaan, joh? Echt al mijn spullen zijn gewoon gestolen. Waar is hij nou? Huh? Waar is er nou heen? Ik kan hem gewoon helemaal niet meer vinden. Dief, hier komen. Is hier een cave of zo? Waar is hij nou naartoe? Ik zie hem echt helemaal nergens meer. Ik snap ook echt niet hoe dat het kan. Hij is gewoon in één keer verdwenen, joh. Met al mijn gold. Ik weet het ook niet eens hoeveel het was. Ik had dus allemaal van die gold nuggets gevraagd voor die iron als je dat wilde kopen. En er zat superveel in de kippenautomaat. Dus je zou denken dat ik hier ook een hele hoop opbrengst had. Maar er zit letterlijk helemaal niks meer in. Jongens. Oké, weet je wat? Ik moet dit echt even wat beter gaan beveiligen. Ik zet hier gewoon even zo'n blokje neer. Bam. En dan hoop ik dat het nou rustig blijft in Kleurstad. Even serieus. Ik ga hier echt iets van camera's ophangen. Klik hier voor de volgende survival video van Mick. Vergeet zeker niet te abonneren op mijn kanaal. En op het kanaal van Mick om geen enkele survival video te missen. En dan zie ik jullie hopelijk weer terug bij de volgende video. Doei doei!